De vlucht begon eigenlijk normaal. En op een gegeven moment toen werd er omgeroepen of er doktoren aan boord waren. Iemand niet goed was geworden. Dat was eigenlijk deze meneer al. Die toch wat vreemd gedrag vertoont. Op een gegeven moment werd er hard geschreeuwd. En, wat zei hij? Ik weet niet precies wat zei. Het was een meneer van Thaise komaf. Het cabinepersoneel begon toen echt te roepen, help, help, kom helpen. En hij wilde die deur openen? Ja, hij probeerde daar het een en ander te doen inderdaad, ja. Ja, ik sprong eigenlijk meteen op uit mijn stoel om die stewardessen te ontzetten en die man te overmeezen. En dat deden nog twee passagiers deden dat ook. En toen hadden we met z'n drieën hadden we hem overmeesterd. En het personeel kwam toen snel maar aan met tie-whips en met handboeien om hem te ketenen. Terwijl hij vast zat, werd hij af en toe toch weer heel agressief. Dus toen zijn we eigenlijk tot aan de tussenlanding in Warschau zijn we met een paar passagiers daar gewoon bijgebleven. Ja, en waren mensen in paniek daardoor? Ja. Nee, ik vond eigenlijk dat de sfeer in het vliegtuig toch wel heel rustig was. Ik vond dat het cabinepersoneel toch wel heel professioneel reageerde. Die bleven heel rustig. Iedereen was heel opgelucht dat die man eruit was, ja. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Nee. En ook het cabinepersoneel waar ik gesproken heb, hebben eigenlijk zoiets van, dit soort dingen, dat maken we eigenlijk nooit mee.